Fact checker. Hallo beste kijkers, er is een hele belangrijke brief gestuurd naar Carola Schouten. Carola Schouten zal geslachtsdiffuus zijn, als bijvoorbeeld Sharon Dijksma, Fleur Agema, etc. Hier zie je de brief vlak voordat deze de envelop inging. Heel veel mensen in die contraien zijn geslachtsdiffuus. Carola Schouten rookt, net zoals Wouter Koolmees die, hoe kan het ook anders, ook geslachtsdiffuus is, maar dit terzijde. Trouwens een mooi olieverfschilderij, vervaardigd door mevrouw De Vries van nummer 69. Hier zie je de envelop met brief vlak voordat deze de brievenbus van PostNL inging. Onder de postzegel met Willem-Alexander erop staat een opmerking. Tot overmaat van ramp is Willem-Alexander ook al geslachtsdiffuus. Ik ga de brief voorlezen. Lees je mee? Ik begin. Aan Carola Schouten. Hallo Carola Schouten, dit is een hele belangrijke brief. Het posten en afgeven bij PostNL van deze brief is vastgelegd op video, voor publicatie op YouTube en dergelijke. Graag ontving ik een informatieve reactie, eerlijk en open. Ik ben een bescheiden journalist, een vrij beroep. Journalisten moeten gewoon en veilig hun werk kunnen doen. Wangebruik van status en macht is ook zware misdaad. Alom, bijvoorbeeld in de politiek, moet er schoon schip gemaakt worden. Het verdere waarom wordt je duidelijk in het vervolg van deze brief. Want internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder meer geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen. Voorgetrokken zitten in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. Geslachtsdiffusen zijn homoseksuelen in de verschillende soorten en maten. De LHBT+ gemeenschap, zeg maar. Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender mensen, interseksuelen, pedofielen en zo. Ik heb een lijst gemaakt van personen die mogelijk geslachtsdiffuus zijn. Zijn ze allemaal geslachtsdiffuus? Welke kun je bevestigen en welke niet? Bijvoorbeeld, is Wieberen van Haga geslachtsdiffuus? Wopke Hoekstra, Vivianne Heijnen, Vicky Meijer, Suzanne Kreuger, Stineke van der Graaf, Sophie Hermans, Sogul Mütler, Sjoerd Warmerdam, Simone Kersenboom, Sigrid Kaag, Sietse Fritsma, Salima Belhaai, Rutme Herema, Romke de Jong, Roelof Bisschop. Is Robert Dijkgraaf geslachtsdiffuus? Wat precies? Is Renske Leijten geslachtsdiffuus? Raymond de Roon, Raoul Boeke, Pim van Strien, Pieter Omtzigt, Pieter Herema, Pieter Grinwis, Pepijn van Houwelingen, Olaf Epfrein, Okje Tellegen, Niluve Gundogan, Mustafa Amahoush, Mirjam Bikker, Mickey Adriansens, Martin Bosma, Marnix van Rij, Mark Rutte, Mark Habers, Marieke Koekoek, Maarten van Ooyen, Lucille Werner, Liliane Ploemen. Is Lilian Marijnissen geslachtsdiffuus? Lilian Helder, Liesje Schrijnemacher, Liane Den Haan, Laurens Dassen, Kees van der Staaij, Kati Piri, Karin van Gennep, Joël Voordewind, Jorien Wuiten, Joost Eertmans, Jesse Klaver, Jan Klink, Hugo de Jonge, Henk Staghouwer, Henk Nijboer, Hans Veilbrief, Hans Smolders, Hanke Bruinslot, Guna Uslu, Gijs van Dijk. Is Gert-Jan Segers geslachtsdiffuus? Freek Jansen, Frank Weerwind, Fleur Agema, Farid Assargan, Ernst Kuipers, Erik van der Burg, Don Seder, Dion Graus, Dylan Jezildus Segerius, Dirk-Jan Epping, Dennis Wiersma, Connie Helder, Christophe van der Maat, Christiane van der Wal, Zeggelink. Ben jij, Carola Schouten, geslachtsdiffuus? Biseksueel? Is Barry Matlener geslachtsdiffuus? Aukje de Vries, Atje Kuiken, Arie Slob, André Rauwvoet, Alexandra van Huffelen, Alexander Kops, Alexander Hammelburg, etc. etc. enzovoorts.
zoveel geslachtsdiversiteit, met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiversiteit zijn. En schijnhuwelijken passen ze schijnhuwelijken toe, een straight heterostel suggereren, bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Komen ook schijnhuwelijken voor tussen vrouwelijke biseksuelen en pedofielen? Ja, is het antwoord. Tot in de hoogste kringen is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffuus te zijn. De geslachtsdiffuse kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Nederland zo sociaal, liberaal en vrij? Nee, onchristelijk. Zoveel geslachtsdiffuse hoog in de hiërarchie. Is dit systematisch? Is het homohandje klap? Is dit onder invloed van het geslachtsdiffuse koninklijk huis? Geslachtsdiffuusheid, inclusief biseksualiteit, is erfelijk. Ze stammen toch af van onder andere de biseksuele koning Willem II? En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat stiekem weg de AIVD-atmosfeer? Staatsveiligheid? Is het gay en van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers. Het kweekt de afmattende redrace, fnuikend voor een dosis mensen, kinderen, volwassenen. Nog een opmerking hierover. De ene homoseksueel, geslachtsdiffuse, laten ze hoogwaardigheidsbekleden worden. En de andere geslachtsdiffuse, door al met al, vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffusen, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? Door dit alles aan te kaarten, ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles, onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad, en feitelijk heb ik nog steeds contact met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst, van die heb ik onderhavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst. Kan jij eens onderzoek doen naar al dit hiervoorgenoemde? Al die geslachtsdiffusen, al die would-be carrière-tijgers. Het is te met crimineel te noemen. De muizen dansen op tafel. Moet niet de plukse wetgeving erop losgelaten worden? Al die geslachtsdiffuse would-be carrière-tijgers. Dit kan niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. Wanneer ergens een hetero jongetje geboren wordt, dan wordt ergens anders op een gegeven moment een bijbehorend hetero meisje geboren. Er is dus sprake van voorbestemming. Exact en ideaal is het wanneer genoemde twee op volwassen leeftijd elkaar ontmoeten en bij elkaar blijven. En een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Er zijn een heleboel hiernamaalsen. Bijvoorbeeld Willem Holleder komt op een gegeven moment ook in een hiernamaals. Wie wil daar nou bij? Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig, asociaal, antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Huidige fundamenten, oud en vol met constructiefouten, is levensgevaarlijk. Je moet wat doen. Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Iedereen op deze wereld moet dit alles toch eigenlijk weten. Dus graag een informatieve reactie. Een algemeen belang is in deze natuurlijk primair. Reageer sowieso, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar geldloze samenlevingen over de gehele wereld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Iedereen evenveel. Everyone as much. Graag dus je repliek. Doe dit maar per e-mail. Stuur bij voorkeur een e-mail naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je anders opbellen? En ja, gun me een interessante scoop. Doe één of meerdere bevestigingen. Je weet zo ongeveer wat bedoeld wordt.
vat het sportief op. Op 6 juli jongstleden was er de moordaanslag op Peter R. de Vries, wat bestempeld werd als ook een aanslag op de persvrijheid en rechtsstaat. Je moet aan je integriteit denken en niet laf wegduiken. Nogmaals, men is levensgevaarlijk bezig op internationaal niveau. En nogmaals, vat het sportief op. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot, van onder andere het YouTube-kanaal Factchecker. PS, kan ik een interview met je krijgen aangaande al het onderhavige? Zo, dat was het voorlezen van de hele belangrijke brief aan Carola Schouten. Ik ben benieuwd of Carola Schouten ook wat wil doen voor de mentale armoedebestrijding, die niet alleen in Nederland heerst, maar alom de gehele wereld. Ten slotte kan nog gekeken worden naar het daadwerkelijk deponeren in een brievenbus van PostNL van de hele belangrijke brief aan Carola Schouten. Oké, bye bye. Fact checker.